Goedemorgen en welkom. Het is vandaag zondag 5 december en we zijn hier eindelijk na een week smachten naar de boodschap van God. Eindelijk weer hier in de kerk. Kunnen we weer met z'n allen de Heilige Geest ontvangen en met z'n allen dat vieren. En we zijn hier vandaag om de Heer te prijzen. We gaan hem aanbidden, we gaan hem lofprijzen, we gaan dansen, misschien zelfs juichen. Ja, je mag al je blijdschap uiten die je voelt, vooral met de zang. Maar er zijn ook mensen die zoeken stilte, die zoeken stille tijd. Die vinden het fijn om in alle stilte de Heer Jezus te ontvangen, de Heilige Geest in hun ziel en in hun hart. En als je dan zo bent, doe het dan in stilte. Kijk dan gewoon om je heen, blijf gewoon zitten en ontvang dan die geest in je hart. Maar als je een uitbundig type bent, ga staan, ga zingen, voel het in je hart en doe het gewoon. En je bent onder ons, dus je hoeft je ook niet te schamen. En alle mensen thuis die gaan kijken, doe je bankstel, duw hem naar links of naar rechts. Hè? Je kantoorstoel kan ook in de hoek. En ga ook staan, ook dansen en zingen. Want je hoort er ook bij en we bereiken jullie ook. Nou, we hebben een paar hele mooie jonge mensen, dat noemen we de VIP Kids. En die VIP Kids, dat is onze toekomst en die zijn heel creatief. Maar het komt ook omdat de mensen die hun aansturen ook heel creatief zijn. En David gaat ons een paar foto's laten zien van die VIP-kids en een geweldige creativiteit. Moet je eens kijken. Zo, dat zijn nog kanjers, hè? En er zijn niet alleen kleine kanjers, maar ook grote kanjers. Marja en Ellen die gaan het eerste lied nu voor ons zingen. Ja, we mogen God dankbaar zijn voor alles. We mogen hem hier ontmoeten vanochtend. We willen hem vooral onze dank en eer wijzen. En voor alles wat hij aan ons geeft. Dank u voor deze nieuwe dag. Dank u voor deze nieuwe dag, 654. Als jullie hem al mooi vonden, die komt straks nog. Hè? Zegen.
Het is eigenlijk een belijdenis van ik geloof in de Zoon en ik geloof in de verrezen Heer. En ik geloof dat ik door hem ondanks alles triomfeer. Amen. Ik geloof in de verrezen Heer. Ik geloof dat ik door hem ondanks alles triomfeer.
dat is een hoop die we niet alleen vandaag mogen hebben, maar ook morgen. Want God is altijd aanwezig waar jij loopt, waar je zit, waar je staat, waar je ook bent. Hij is bij je en daar mag je je bewust van zijn. En dat willen we ook vandaag hier vanochtend ervaren. En daarom willen we ook vragen, Heer, vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u en alles is tot u, openbaar ons uw heerlijkheid. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u, en alles is tot u, openbaar aan ons uw heerlijkheid. Fill this house with your glory. Fill this house with your aanwezigheid.
Marja en Ellen, dank. Nog één. Oh, sorry. Nee, maar jij mag eerst. Eerst een gebed? Oké. Okay. Nou, tot nu toe bedankt. Jullie gaan nog een lied zingen. En ik wil graag met jullie voorgaan in gebed. Ga maar lekker zitten. Vader, wij vragen u niet om wonderen en tekenen uit de hemel. Wij bidden om het vuur van uw geest, die ons verwarmt, die ons verlicht, die ons moed geeft, die voor ons de goede richting aanduidt. Vader, mag die geest ons aanmoedigen als wij aarzelen, ons steunen als we zwak zijn, ons licht geven als wij dwalen. Mag hij ons geloof en vertrouwen bevestigen als twijfels ons overvallen, ons hoofd versterken als de moed ver weg is. Vader, mag uw geest met kracht over ons komen, zoals eens bij uw leerlingen. Banden twijfel en kleinmoedigheid uit ons hart. Laat uw kracht doorbreken in ons. En we zullen gaan waar u ons zendt, om onze omgeving te vernieuwen. Vader, wees ons alstublieft nabij en geef ons te verstaan dat wij in rust en onrust, in vrede en onvrede, geborgen zijn in uw zorgzame liefde. Ja, Heer, zegent u ons en deze dienst met de volle kracht van uw Heilige Geest. Amen.
Maria en Ellen, wat hebben jullie dit mooi gezongen. En bij het laatste lied gingen zoveel emotie door me heen. Want het was mijn dooplied, want mijn volwassen doop met jullie samen. Ik weet het nog in die kerk in Hilversum. En dat ik helemaal dichtbij, ik wil de volle kracht van de Heilige Geest wilde ik ontvangen en door de doop. En het is ook gelukt. En jullie waren allemaal om me heen. En jullie hebben allemaal cadeaus en knuffels gegeven. En het was zo mooi. En ja, dit was mijn dooplied. Wauw, dit is zo mooi. Nou, fantastisch. Normaal hebben we hier een leuke vrouw uit Drenthe staan. Die de preek zou doen. Dat heeft ze ook helemaal voorbereid. Waar het niet dat ze corona heeft natuurlijk. U raadt het al. Dus we moesten snel een andere oplossing verzinnen. En we denken dat we die gevonden hebben in een preek van Gor Katsikian. En het gaat over David. Stel je eens voor, hè? De Israëlieten staan met een groot leger op een berghelling aan de ene kant van een dal. Aan de andere kant staan de Filistijnen. En daartussenin staat iemand te brallen, 40 dagen lang, dat was Goliath. In een soort niemandsland. De God van Israël uit te dagen en te bespotten. Hij was 2,75 meter lang, echt een boom van een vent, echt groot. Overal harnas en dingen, helm, nou, ik wil het niet weten. En daar stonden ze dan. Duizenden, honderdduizenden Filistijnen en de Israëlieten aan de andere kant. En die mannen tussenin. En toen zeiden de Filistijnen, weet je wat? Als jullie tegen deze reus durven vechten, dan winnen jullie. Dan gaan wij weg, dan mag je ons gevangen nemen, slaven maken, alle bezittingen nemen, maakt niet uit. Maar als wij jullie overwinnen, door Goliath op jullie af te sturen en jullie kunnen hem niet aan, dan krijgen we alles van jullie. Dan hoeven we geen bloed te verspillen. En God zal jullie toch wel helpen. Dus loop je toch geen risico. Nou, en dan stond die vent dan weer te brallen en te doen, 40 dagen lang. Grote man. En David die kwam eten geven aan zijn broers. Er zaten 3 broers van hem in het leger. En grote mannen natuurlijk, stoer. Ja, joh, David, wat moet je nou, man? Ja, nee, brood brengen. Maar ik ga denk ik ook iets heel anders doen. Ik ga die man verslaan. Ja, doe het normaal, maar ga terug naar je schapen. Hè, kleintje. Ja, maar David was ook klein. Hij was nog kleiner dan ik. Dat is echt klein, hè? Maar David gaat naar de koning toe. Hij zegt, koning, mijn God gaat mij helpen, dus ik ga het gewoon winnen. En die koning zegt, ja joh man, zou je dat nou wel doen, kleintje? En wil je mijn wapenuitrusting dan? Wil je mijn harnas? Nou, David kon er helemaal niet in bewegen, dat was hard zwaar. Hij zei, nee, ik pak wel een paar stenen uit de rivier hier, stop ik in mijn slinger zo, en dan is dat mijn wapen en ik pak een stok. Nou, het zou wel. Maar het stond veel op het spel, hè? Dus de eer van God vooral, dat stond op het spel. Maar ook heel veel doden zouden bespaard kunnen worden, als David toch zou winnen. Maar ja, hallo. Dus David die loopt op die Goliath af met zijn stok. En Goliath zegt, ja, denk ik een hond ben of zo met een stokje van je. Kom op man, doe even normaal. Maar ja, als je wil vechten, dan ga je toch vechten met me. En David die pakt zo'n steen, hè, en in die slinger. Hij kon heel goed met die slinger overweg, want hij was schaapherder. Hij deed ook geiten, maar ook schapen. En het is koud en onherbergzaam waar die beesten lopen. En er komt wel eens een leeuw of een beer. Nou, dat zijn geen lieve jongens. En dan kon hij altijd met die slinger die beesten uitschakelen. En het is hem altijd gelukt. Dus David denkt, nou, ik ga met mijn slinger en ik ga hem raken. En precies op die plek waar geen schild is op zijn hoofd van Goliath, slaat die steen in en valt met donderend graas naar voren. David pakt zijn zwaard en zorgt dat Goliath niet meer leeft. En ja, wat kan je hier nou mee? Eigenlijk is het zo dat wij zijn misschien ook een beetje David, een beetje klein. Misschien hebben we niet zoveel status, net zoals David. Maar we kunnen wel tot de eer van God leven, allemaal. En dat kunnen we van dit verhaal leren. Dat we iedere dag die keuzes kunnen maken in ons leven, die uitstraling hebben tot eer van God, net zoals David. En Cor Katsikian spoort ons hierin in dit filmpje aan en zegt, pak ook dat podium. Bedankt voor het voorrecht om hier weer te mogen zijn. Goedemorgen gemeente.
Ik zat vanochtend te denken, jullie zijn toch ook een... Ja, laat ik zo zeggen, elke zondag wordt er een soort van geloot, begrijp ik. En dan is de vraag, wie mag erbij zijn? Dus eigenlijk is dit soort van een uitverkoren groef elke keer weer. Dat je de loterij wint en dat je het voorrecht hebt om hier te zitten. En de rest moet maar met beeldscherm doen. Heel fijn om als gemeente bij elkaar te zijn, maar ook mensen thuis. Fijn dat je weer kijkt. En ik hoop dat we de komende 20 minuten hopelijk op een nieuwe, frisse manier aangeraakt mogen worden door het woord van God. Nou, mensen die mij kennen, die weten dat ik op een spoedeisende hulp werk. En gisteren en vandaag heb ik een late dienst, zoals dat heet. Dus dan werk ik meestal tot uur of 12, 1 in de nacht. En dus ik moet straks ook weer door. Maar mijn preek van vandaag, die heb ik gisteren opgeschreven tijdens mijn dienst. Dat is op zich niet heel erg, want ik wist al in mijn hoofd wat ik wilde doen. Maar dan zit je notities te maken terwijl je aan het werk bent. En ik heb zo nu en dan tussendoor wat andere dingen opgeschreven, omdat een briefje voor me lag. Dus wat ambulancenummers en wat diagnoses. Als dat per ongeluk straks voorbij komt in mijn preek, dat u denkt, waar komt dat opeens vandaan? Dan weet u dat. Dat is gewoon per ongeluk op mijn prekenpapier terechtgekomen. Goed. Ik ga je meenemen naar een verhaal, het verhaal van David. Ik spreek heel vaak door middel van een verhaal en dan ga ik door een verhaal en dan kijk ik wat betekent het vandaag de dag voor ons, voor u, voor jou en voor mij. En de afgelopen periode kreeg ik heel veel vragen van andere mensen, maar ook zelf heb ik mezelf de vraag gesteld, hoe moet je nou leven als alles om je heen verandert? En er gebeurt zoveel waar je niet op voorbereid kan zijn. Hoe moet je nou leven? Het leven is soms best ingewikkeld en best lastig. Hoe kom je nou op de plaatsen waar je wilt komen? Of hoe zie je nou dwars door alles heen de hand van God? Dat is best moeilijk. En ik ga je 3 punten geven. Ja, elke goede preek heeft 3 punten, dat weet u. En ook voor vandaag heb ik 3 punten gehaald uit het verhaal van David. En dan gaan wij uiteraard eindigen met de Heer Jezus. Want dat is altijd het fundament en de basis van verkondigingen van alles wat we geloven. En de drie punten die voorbij gaan komen, wat ik leer uit het leven van David. De eerste heb ik genoemd en heb ik gejat van iemand anders. Dat heb ik genoemd, pak het podium. Dat is een hele ingewikkelde en een spannende. Pak het podium. De tweede is, bewaak je identiteit. En de derde is, leef als een geliefde kind van God. Dus dat zijn de 3 punten die ik vanochtend met jullie wil bestuderen en bekijken. Laten we lezen uit 1 Samuel 17 vanaf vers 14. Samuel is een van mijn favoriete profeten. Mooi dat jullie zoontje Samuel heet. Pieter Jan, mooie naam. 1 Samuel 17 vanaf vers 14. De context is trouwens belangrijk om te weten. Het leger van Saul die was op het veld in voorbereiding om een slag te strijden met de Filistijnen. De broers van David waren er ook en dan staat er dit in vers 14. David was de jongste. Zijn 3 oudste broers waren met Saul ten strijde getrokken. En hij ging heen en weer tussen het kamp van Saul en Bethlehem, waar hij de kudde van zijn vader hoedde. Dus hij was nog een herder. En dit is een introotje waarin dus staat dat David heen en weer ging tussen het kamp en zijn kudde. En in feite betekent dit dus dat hij eerder al op het slagveld was geweest, voordat dat ene moment waar we zo verder in gaan lezen, dat hij namelijk ten strijde trekt tegen Goliath. Maar David is waarschijnlijk al een paar keer op en neer geweest op het veld met de strijders, met soldaten. Dus hij weet wat er gebeurt. En een aantal keer is hij waarschijnlijk onopgemerkt op en neer geweest naar zijn broers. Want over die verhalen lezen we niks. Er staat alleen dat hij op en neer ging. En op een dag staat er dit, een stukje verder in vers 31. Dan staat, als je verder leest, dan zie je dat hij op een dag weer op het veld komt. En dan is daar het moment dat Goliath het leger van Israëlieten uitdaagt. Ze beledigt, hun God beledigt. We hebben een vrij bekend verhaal, dat hebben we heel vaak gelezen. En daar is het moment dat David denkt, hey, wacht eens even. Dit kan toch niet waar zijn? En hij grijpt in of hij haakt in, hij wordt deel van het verhaal.
Terwijl hij dus al vaker op en neer was gegaan naar het kamp, is daar het moment dat hij, in de woorden van vanochtend, het podium pakt. Hij komt in een situatie, hij ziet het onrecht, hij ziet dat zijn God wordt uitgedaagd, hij ziet de mannen, de strijders van God, die in angst staan, en hij pakt het podium en gaat niet daar onverschillig aan voorbij. En deze houding van David is iets heel bijzonders. Laten we verder lezen in vers 31, wat er dan gebeurt. Dan staat Davids vragen, want hij vraagt, hoe komt dit? Of wat is er een beloning uitgeloofd, hè, dat je de dochter van Saul mag trouwen als je die Filistijn verslaat? Hij begint vragen te stellen. En dan staat in vers 31, Davids vragen bleef niet onopgemerkt. Men vertelde het aan Saul en die liet hem bij zich komen. De grote koningen, die liet David bij zich komen. David zei tegen Saul, we hoeven om die Filistijn toch niet de moed te verliezen, Heer. Ik zal met hem het gevecht aangaan. Even tot zover. Nou ja, in de introductie, dankjewel Larissa trouwens voor de mooie woorden. Zeggen ook veel mensen tegen mij, hoe kom je op zoveel plekken? En dan zien we je weer daar en dan zien we je weer op allerlei plaatsen. Soms ontmoet ik hoogstaande personen in functie en posities. Nou, een van de dingen die ik mezelf heb aangeleerd, is om het podium te pakken. En dat is een hele spannende in Nederland, want wij Nederlanders houden niet van mensen die het podium pakken. Want wij zijn allergisch, wij denken bij voorbaat, hè, zie mij eens, kijk mij eens. Dus we zijn bij voorbaat al soort van bevooroordeeld voor mensen die durven om het podium te pakken. In Nederland moet alles grijs zijn en als er eentje zijn kop erboven uitsteekt, tjak, hakken we die graag eraf. Dat is ons cultuur, dat is gewoon hoe we hier leven met elkaar. Maar lieve vrienden, ik geloof dat wij als christenen, als volgelingen van Jezus, juist geroepen zijn om op alle plaatsen waar we komen invloed uit te oefenen. Invloed naar de wil van God. En dat kunnen we alleen maar doen als we het podium pakken in wijsheid, in inzicht. Dat mensen rekening met ons moeten gaan houden omdat we kundig zijn in wat we doen. Omdat we dapper zijn, omdat we sterk zijn en antwoorden hebben voor de wereld waarin we leven. En dat is wat David ook doet. Hij komt daar, is een man van geloof. Hij zegt, wat gebeurt hier? Dat kan toch niet? En hij pakt het podium en dat doet hij op een manier dat de koning van hem hoort. Dat doet hij op een manier dat mensen niet meer om hem heen kunnen. En dan zegt hij, ik ga wel de strijd aan. Pak het podium, is een belangrijk boodschap. En als wij ons leven willen leven in de bediening, als wij het verschil willen maken, dan moeten we ook durven om het podium te pakken. Tot eer en glorie van zijn naam. Niet zozeer van, kijk mij eens, en daarvoor komen straks die andere punten, wat heel belangrijk is, namelijk, als je podium pakt, bewaak je identiteit, want dat is vaak een plaats waarin je verleid wordt en uitgedaagd wordt om te vallen. En dan als laatste is ook, leef als een geliefd kind van God, als je het podium gepakt hebt. Dus dat is een geheel. Maar pak het podium, zorg ervoor dat David geschiedenis schrijft. Pak het podium, zorg ervoor dat u, jij en ik, op je werk, op school, onder je vrienden, in je gezin, overal waar je komt, dat je je plek inneemt. Dat je de mogelijkheden ziet, de kansen ziet en ze grijpt. Dat je niks aan je voorbij laat gaan, wat een kans is om te strijden voor God. Om het verschil te maken. Pak het podium. En op die manier trouwens, ik heb tijdens de eerste golf corona heb ik heel veel op tv gedaan. En eerlijk gezegd, dat was echt niet omdat ik per se met mijn hoofd op tv wilde. Ik ben ervoor gevraagd en ik dacht, ik pak het podium. En als je de eerste keer het doet, en ik zag daarin een enorme kans om te getuigen, en ik heb elke keer, bijna elke uitzending, heb ik gepraat over mijn geloof in God en over de Bijbel. Ik heb de Bijbel mogen citeren, omdat ik het podium heb gepakt. En ook weer een recente keer was ik weer gevraagd om bij Op1 over de coronacrisis te spreken. Ik zei, dat is goed, maar dan wil ik ook praten over iets wat ik aan mijn hart heb. Mijn land, Armenië, is in oorlog, in aanval, daar wil ik iets over zeggen. Al is het maar een zinnetje. En ze zeiden, nee, dat mag niet, er gaan te veel onderwerpen door elkaar ingewikkeld. We willen geen discussie met de Turkse bevolking of Azeris, dus nee, dat mag niet. Nou, ik zei, als je mij uitnodigt, dan pak ik het podium. Dus of je moet mij niet vragen, of als je me vraagt, dan doe ik het toch. Nou, heel veel discussies zeiden, nee, je mag het niet doen. En ik deed het toch. En ze vonden het prima. En mensen vonden het fantastisch. En het ging gewoon goed. Omdat het mijn karakter is geworden. Ik kan er niks aan doen. Je moet niet tegen het water zeggen, wees niet nat. Want dat is wat die is. En wij christenen moeten altijd het podium pakken. Niet op een vervelende manier van, daar heb je ze weer.
maar in wijsheid, in kennis en kunde, omdat we dappere strijders willen zijn voor God, omdat we antwoorden hebben op de vragen van deze mensen, de wereld om ons heen. Juist nu, in de tijden van crisis, christenen, volgelingen van Jezus, kerk van Jezus Christus, pak het podium. Laat zien wie we zijn in Hem. Laat zien dat zijn licht in ons straalt en schijnt. De volgende punt, als David het podium heeft gepakt, is bewaak je identiteit. Want een ieder van ons die een podium pakt, wat het ook is, het hoeft niet altijd een fysieke podium hier te zijn, maar op de plaatsen waar je komt, als je positie inneemt, als je invloed gaat uitoefenen, dan word je altijd verleid, getoetst. En dan is de vraag, hoe bewaak je je identiteit? Blijf je vasthouden in wie je bent, ten diepste in Hem? Blijf je vasthouden in je geloof? Of ga je geloven wat mensen van je zeggen? Want mensen gaan zeggen, oh, wat ben jij goed, wat ben je geweldig. En voor je het weet, ga je echt denken dat je zo goed en zo geweldig bent. En dat is vaak het begin van het einde. Omdat je andere kleren krijgt om aan te trekken als je eenmaal het podium hebt gepakt. Je krijgt andere stempels dan wie je werkelijk misschien diepste bent. Omdat mensen van alles over je gaan vinden en van je gaan verwachten. En juist dan is het zo belangrijk om je identiteit te bewaken. Want de volgende wat er gebeurt in 1 Samuel 17, weer een stukje verder, vers 37. Dan Saul werpt tegen van, joh David, weet je wel zeker dat je deze strijd wil aangaan? Dat gaat je toch nooit lukken? Dan zegt hij in vers 37, de Heer die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn. Ga dan, zei Saul tegen David, en mogen de Heer je bijstaan. Hij gaf hem zijn eigen uitrusting en hielp hem die aan te doen. Een bronzen helm voor op zijn hoofd en borstkuras. Ten slotte gordde David het zwaard om en probeerde een paar passen te lopen. Omdat hij het zware uitrusting niet gewend was. Ik loop een beetje uit de pas. Oh ja. Ten slotte gordde David het zwaard om en probeerde een paar stappen te lopen. Omdat hij aan zo'n zware uitrusting niet gewend was. Ik kan hier niet mee lopen, zei hij tegen Saul. Ik ben dat niet gewend. En hij deed de uitrusting weer af. Hij pakte zijn stok, zocht 5 ronde stenen uit de rivierbedding en stopte die in zijn herderstas. Toen liep hij op de Filistijn af, zijn slinger in de hand. Het is wel mooi hè, dat als je een podium pakt, dus als hij in die positie komt, dan zie je meteen de reactie, de menselijke reactie, is dat hij in feite een uitrusting krijgt, een man wordt wie hij eigenlijk niet is. Hij is dat niet gewend. Hij is geen soldaat in het leger van Saul. Maar hij is een man van geloof en ook zijn overtuiging, de reden waarom hij de strijd aan wilde gaan, was niet zijn verwachting in zijn eigen kracht, maar zijn geloof in God. Daarom zegt hij ook, omdat de Heere mij gered heeft uit de klauwen van beren en leeuwen, hij wist gewoon wie hij was. Terwijl Saul zag naar de gestalte van Goliath, wist David waarom hij daar stond. Waarom hij die podium pakte, was niet zijn vertrouwen in zijn eigen kracht. Maar het is omdat hij heel goed wist wie hij was in God. En als hij dan een wapenuitrusting krijgt wat niet van hem is. Ik vind wel mooi dat we dit stukje kunnen lezen. En eigenlijk ben ik heel erg nieuwsgierig. Wat zou er gebeurd zijn als hij zich wel had laten verleiden in de menselijke gedachte om met die mooie, zware uitrusting te strijden te trekken. En ook wij krijgen heel vaak, zeker als we invloed willen uitoefenen of het podium pakken, krijgen we heel vaak een bepaalde uitrusting op ons, een bepaalde verwachting van mensen, van ons, om op die manier onze positie in te nemen. En dan hoop ik zo van harte dat we door de jaren heen leren en groeien. En ook ik voor mezelf probeer dan in de spiegel te kijken en zeggen, doe mij maar mijn slinger. En mijn 5 ronde stenen, want dat is wat ik ben. Dat is wat ik kan. Hij vertrouwde wat hij al van God had ontvangen en geleerd had. Hij vertrouwde op zijn geloof. Hij vertrouwde op wie hij is. Dus hij trok weer al die mooie, zware, belangrijke
kledingstukken, beschermende kledingstukken, trok hij uit. Want zijn bescherming moest niet komen van die metalen harnas, maar dat was zijn God die bij hem stond. En hij had al de hand van God gezien in zijn leven. Trouwens, als we een stukje verder in 1 Samuel 26, dan gaan we heel even naar het moment dat David eenmaal op de vlucht de kans krijgt om Saul te doden. Meerdere keren gebeurt dat. In 1 Samuel 26 vers 8 bijvoorbeeld, dan zijn ze het kamp ingeslopen en dan staat er, dan zegt Abizai die met David is, dan zegt hij: vandaag heeft God je vijand aan je uitgeleverd, zei Abizai tegen David. Laat mij hem met zijn eigen speer aan de grond nagelen. Eén gerichte stoot en het is met hem gedaan. Nee, dood hem niet, antwoordde David. Niemand heeft ongestraft zijn hand op tegen de gezalfde van de Heer. Zo waar de Heer leeft, hij zelf zal Saul treffen. Even tot zover. Ook dit is een moment wat laat zien dat David zijn identiteit bewaakt. Dit is een moment dat laat zien dat David weet dat hij ook de gezalfde van God is, die koning zal worden, want ooit heeft de profeet gesproken. En dan is het heel erg aantrekkelijk om het podium menselijkerwijs te pakken. Om te eisen wat mij toekomt. Dan is het heel erg aantrekkelijk om echt te gaan geloven wat anderen over je zeggen. Dat je misschien wel geweldig bent. En dan komt het moment daar dat je verleid wordt om op eigen kracht en eigen initiatief het podium te pakken. Maar dan is opnieuw daar de oproep: bewaak je hart, bewaak je identiteit, bewaak waar je in geworteld bent. Vertrouw dat als God gesproken heeft, dat Hij je brengt op de plaats waar je moet komen. Je moet wel het podium pakken en de kansen grijpen. En vertrouwen dat God je brengt waar je moet komen. En weer een stukje verder wordt het nog interessanter überhaupt voor ons als we kijken naar het leven van David, en dan komen we eigenlijk heel dichtbij. Want in David leren we een man kennen over wie gezegd wordt: een man naar Gods hart. En David heeft heel veel grote dingen meegemaakt, heel veel wonderen, heel veel overwinningen behaald, maar ook heel diep gevallen in zonde, verkeerde keuzes, berouw, spijt gekregen, oprecht willen veranderen, de strijd gestreden zoals we dat allemaal doen tegen vlees en tegen begeerte. En dan schreef hij bijvoorbeeld in Psalm 131 vers 2, Psalm 31 vers 2, daar staat: nee, ik ben stil geworden. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij. Tot rust gekomen als een kind. En soms denk ik van, dwars door het hele glorieuze weg van David, maar ook de strijd die hij strijdt, ben ik soms vaak onder de indruk van die momenten waarin hij vaak in de psalmen schrijft over zijn verlangen naar 1 seconde met hem, met God, is beter dan al die paleizen. Zijn verlangen naar als een kind hem leren kennen zoals hij echt is. Zijn verlangen naar een intimiteit met God. Zijn verlangen naar wie God voor hem wilde zijn. En dit in het licht en in de schaduw van de strijd die wij strijden. En als je mijn karakter hebt die aan het stuiteren is en het podium wil pakken, maar daardoorheen is de belangrijkste boodschap dat we leren om te leven als een geliefde kind van God. En dat is ongeacht de situaties, ongeacht het podium die je wel of niet hebt, ongeacht of je identiteit geworteld is en vast hebt gehouden of dat je gevallen bent, ongeacht alles, dwars door alles heen, is daar de boodschap dat we moeten leren om te leven als een kind, als een geliefde kind van God. En het beste voorbeeld is dan natuurlijk voor ons om te kijken naar het leven van de Heer Jezus Christus. Die ons voor is gegaan, die ons voorbeeld is. En als we nu in de tweede week, eigenlijk zouden we nu de tweede kaars moeten aansteken van Advent, in de tijd waarin we verwachten ook dat de Redder, de Messias, geboren gaat worden. Zijn bediening begint, als we in Matthäus bijvoorbeeld lezen, Matthäus 3 vers 16, 17, als die Jezus gedoopt is, dan zijn daar de bekende woorden, de woorden die echt veel verschil maken.
wat uit de hemel de stem klinkt. Hij is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. En als wij dan als gemeente, als kerk, als christenen willen lijken op de Heer Jezus Christus, als wij willen groeien naar het beeld van hem, dan moeten we ook proberen begrijpen, voelen, ervaren, beleven hoe we als geliefde kinderen van God door het leven gaan. Geliefde dochters en zonen. En ja, onderweg zullen sommigen van ons grote podia betrekken en weer anderen op een andere manier hun plek innemen. Er gaat van alles gebeuren onderweg. Er komen crisissen voorbij. We verliezen sommige strijden, sommige velden. We verliezen geliefden soms. We zien succes, we zien rijkdom, maar ook armoede en falen. Dat is allemaal onderdeel van het leven die we leven. En over die Jezus werd er gezegd, Hosanna, de zoon van David, gezegend hij die komt, maar ook kruisig hem. En het ging alle kanten op. Mensen vonden hem geweldig, de Messias, de redder. En mensen zeiden, godslastering, hij moet dood. Maar dwars door alles heen zie je dat die Jezus Christus leefde als een geliefde kind van de Vader. En dat hij ons heeft geleerd om zo te leven. Dus ook nu in deze tijden waarin kerst eigenlijk op een hele aparte manier gevierd gaat worden. En überhaupt een tijd, het maand december, wat we heel anders ons hadden voorgesteld. Is opnieuw een hele belangrijke oproep. En een belangrijke plaats voor ons als christenen. Om aan de mensen om ons heen te laten zien dat we geliefde kinderen zijn van God. Dat ons eigen waarde geworteld is in hem. En niet in wat mensen denken. En dat er binnen nooit een crisis is, al zou dat er buiten zijn. Dat we nooit alleen zijn omdat hij bij ons is. En tegelijkertijd, dwars door alles heen, dat we het podium pakken wat ons, de kansen wat ons gegeven wordt. En dat we onze identiteit daarin bewaken. Laten we bidden. Dank u wel, Heere God. Schepper van hemel en aarde. Dank u wel voor uw kerk, voor uw gemeente. En ook nu, Heere, ben ik ervan overtuigd dat de kerk leeft. En dat wij antwoorden hebben voor de wereld om ons heen. Heer, ik bid dat wij in deze zware, moeilijke tijden durven om op een gezonde manier het podium te pakken. Om op een gezonde manier ons plek in te nemen. Dat we durven om niet voorbij het onrecht en duisternis te lopen, maar dat we ingrijpen. Heer, dank u wel dat u ons helpt om onze identiteit te bewaken dwars door alles heen. Dat we niet verleid worden om iemand anders te willen worden, maar dat we de groei doormaken wat u over ons leven hebt uitgesproken. En tot slot, Heere, bid ik dat een ieder van ons opnieuw vanochtend mag weten en ervaren, voelen en beseffen dat we een geliefd kind zijn. Een dochter, een zoon van de Allerhoogste God. Heer, dank u wel dat we met deze wetenschap ook de tijd voor ons in mogen gaan, vol vreugde tegemoet gaan wat ons tegemoet komt. Zo wil ik jullie zegenen in de naam van Jezus. Amen. Nou, prachtige woorden. Nou, in het begin van de dienst zagen we die prachtige plaatjes van de Fipkids. En we gaan nu weer wat zien van de Fipkids. Carola komt nou naar voren. Ik hoop met de Fipkids zelf, die zijn toch aanwezig. Komen jullie mee? En dan gaan ze vertellen wat ze allemaal uitgespookt hebben, want dat is niet mis. Ze luisteren niet alleen, maar ze zijn ook heel creatief. Dus Carola, ik geef je het woord hoor. Ja, pak ik het podium. Ik heb hier twee jonge mannen. Misschien horen jullie ons, kom maar. Oh, laat maar. Ga maar even een beetje hier staan. Misschien horen jullie af en toe wat gelach achter in de zaal of soms een beetje hard praten en dat ik dan zei, sst. Want wat waren we eigenlijk aan het doen achter in de zaal? Kan jij er iets over vertellen, Rutger? We hebben een puzzel gemaakt, zeg maar. Moet je in de Bijbel opzoeken en ja, dat. Ja, dat. En was dat moeilijk of makkelijk, Julian? Moeilijk. Een beetje moeilijk of heel moeilijk?
Nou, er zitten lange woorden bij. Ja. Kun je eens zo'n heel moeilijk lang woord noemen? Het echt was heel lastig, maar we hebben er wel heel veel van geleerd. Ik ook trouwens. Erbarmen. Erbarmen, nou dat is toch wel, ja, vind ik toch wel wat van het hogere niveau. En op de achterkant, want het ging dus over Genesis, even spieken. Ging dus over Genesis 21 vers 1 tot 7. Dat Sarah dus uiteindelijk toch een kindje mag krijgen. En op de achterkant van hun blad mochten zij werd er heel blij van. Hè? Dat is ook de naam wat Isaac betekent. Hij lacht. En op de achterkant hebben de jongens nog even een tekening gemaakt waar zij nou blij van werden. En nou ja, waar houden jongens van? Dat kunnen jullie zelf misschien al een beetje raden. Jongens, waar houden jullie van? Ajax. En jij hield eigenlijk van een andere club, maar ter plekke ben je geswitcht. Kijk eerst even naar je vader. Ajax. Maar eigenlijk was je eerst ergens anders voor, dus het was een beetje verwarrend. Maar ik zie ook iets anders, echt iets best wel belangrijks wat ze hebben getekend. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Ik zie hem hier heel klein, maar hier heel groot. Wat was dat andere wat je hebt getekend? Een iPhone 69. Een iPhone. Nou ja, kortom, wat ik jullie wilde vertellen is dat we heel hard hebben gewerkt. We hebben ook best wel gelachen met elkaar. En eigenlijk ben ik super trots op deze kanjers dat ze toch naar de dienst zijn gekomen. Ondanks dat er geen plusgroep is, maar plusgroep in de dienst. Dus ik zou zeggen, klein applausjes voor deze knullen. Zo, Carola, hartstikke bedankt. En jongens, hartstikke bedankt. Wat zijn jullie goed bezig. Er is nu even tijd voor de mededelingen. We vragen gebed voor Hans en Els Fons. Els heeft de afgelopen week een hartstilstand gehad tijdens een oogoperatie. Dus heel heftig geweest. Ze heeft nog heel veel last van de borstbeen, omdat er keihard op haar gedrukt is om dat hart op gang te krijgen. Dus dat was een heel nare situatie. We willen bidden dat ze ook van die pijn afkomt, dat ze snel mag herstellen en dat oog eindelijk een keertje goed mag komen, want ze is er al zo lang mee bezig. Het gebed is daarin heel erg belangrijk, dat we dat allemaal doen. En we hopen dat ze herstelt, lichamelijk, maar ook emotioneel, want het is iedere keer aan dat oog, dat is vreselijk om mee te maken. De bidstond is bij Henk en Rita thuis. En ja, dan zitten we met een prachtige bloemstuk. Wie weet waar dat bloemstuk eigenlijk naartoe zou mogen gaan, Rita? Ja. Ja, Rita zegt inderdaad dat haar buurman is overleden. Die is helemaal niet oud geworden. Die had een hele vreselijke ziekte. Ik heb nog met hem getennist, dus het is voor mij ook heel raar dit. En hij won ook nog, jammer genoeg. Maar ja, je kan je nagaan wat een drama dat is. Hè? Hij heeft natuurlijk een vrouw die nu alleen zit. Hij is helemaal niet oud geworden en het was een slopende ziekte. En dan denk ik inderdaad dat zo'n bos bloemen een heel klein beetje troost zou kunnen geven en op een hele goede plaats terechtkomt. Oké. Ga ik jullie de zegen geven. En daarna gaat Maya nog met ons. Of ga je eerst zingen, Maya? We gaan eerst genieten van Maya. En Ellen natuurlijk. Ik ging te snel. We mogen dus vertrouwen op die enige God. Want hij is machtig en hij is groter dan alles wat we om ons heen kunnen zien. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Great.
stronger, but God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God. Darkness, you shine. Out of the ashes, we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Wat de koor ook al zei, hè? Als God met ons is, dan kunnen we alles aan. En ja, soms is dat moeilijk en dan zoeken we een schuilplaats. En die schuilplaats kunnen we ook vinden bij Hem, bij onze God. Thank you.
Zelfs in onze zwakte, er is trouw die ons niet zal verlaten. Onze hulp en onze uw handen kan roven, een machtige rots, onze schuilplaats is God. Er is troost die sterker dan de pijn is, er is vreugde groter dan. Tijd is gekomen voor een afsluiting, hoewel er nog een lied nakomt. Laten we rust nemen nu, want ik geef jullie de zegen. Ik geef jullie de zegen thuis en ik geef jullie de zegen hier in de kerk met mijn vrienden om me heen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Ja, we willen de zegen voor deze week ook met een lied meegeven, want er is hoop.
Want hij is onze hoeksteen.